En we beginnen eigenlijk met een basic intake gesprek. Daar gaan we over algemene informatie. We gaan kijken van oké, hoe oud is de atleet? Hoeveel jaar ervaring heb je al op de fiets? Zijn je een beginner of zijn je een ervaringsdeskundige? Op welk niveau zijn je actief? Dan gaan we kijken van oké, zijn er actuele blessures bijvoorbeeld? Zijn er huidige pijntjes die je hebt? Of zijn er in de medische voorgeschiedenis belangrijke zaken die voor mij belangrijk zijn als therapeut om te weten? En dan gaan we over naar de biomechanische screening zelf. We gaan kijken van hoe staat deze persoon, hoe beweegt deze persoon. We gaan heel veel kijken naar het centraal deel, heup, bekken, lage rugregio, dat heel belangrijk is. En dan gaan we de mate van flexibiliteit nagaan, zijn biomechanica. Kijken of dat er krachtdisbalansen zijn, links, rechts, van dat soort zaken. En van daaruit formuleren we dan eigenlijk een advies voor de bikefit zelf. Wij gebruiken een fitbike om twee redenen. Ten eerste is het een heel technologisch apparaat waar we mee kunnen werken, waar we heel snel kunnen overschakelen tussen verschillende zadels, verschillende sturen, waar we van elk frame dat op het huidige ogenblik op de markt is, ook kunnen nabootsen. Wij werken namelijk merkneutraal. Wij kunnen met die fitbike op de huidige positie kijken waar welk moment nu gefietst wordt. En we kunnen ook laten aantonen eigenlijk met een nieuwe analyse, met een nieuwe positionering eigenlijk, hoe dat je in de toekomst zou kunnen fietsen en meer efficiënt eigenlijk over je krachten kunnen beschikken. De eerste winsten bij Maxime die zaten denk ik vooral op zijn houding. We zagen dat als hij in zijn baars ging liggen, beneden in zijn stuur, dat hij al redelijk veel progressie kon boeken. Maar als hij eigenlijk op zijn koersfiets zijn tijdritpositie gaat simuleren, dan merken we echt wel een heel groot verschil. En dan spreken we niet meer over 5, 6 of 10 watt. Dat was echt wel een heel groot verschil. Dat hadden we ook al gemerkt tijdens de positionering en tijdens de screening, dat hij heel flexibel was in zijn onderrug. En je merkt ook gewoon, eens dat hij in die positie gaat liggen, dat zijn rug gewoon één rechte lijn vormt en dat hij die positie ook makkelijk 2-3 uur kan volhouden. Dat is wel zeker een van de sterkte punten. Vandaar dat wij iedereen na 3 maanden een mailtje sturen waarin we vragen eigenlijk of dat alles naar wens verloopt. Voor ons is het voornaamste eigenlijk dat je optimaal kan genieten eigenlijk van een ideale positie op uw fiets.